Renze Rispens van Springtime. Goedemiddag. Hoi. En wat moet jij in een elektrische auto dan? Nou, je kan je op zich wel afvragen van wat moet ik in een auto. Want ik rij over het algemeen toch vooral op een scooter door de stad. Ja. En voor die gevallen dat ik een auto rij, heb ik een heel klein Aziatisch autootje met een automaat. Okay. Dus voor mij is dit een wat groter model dan wat ik typisch zou rijden. Yeah. Maar ik moet zeggen, ondanks, ik weet niet precies of er veel extra gewicht op de auto zit, maar ik vind het wel fijn rijden tot nu toe. Ja, jammer van die klinkers hier, maar ja, nou, even een lekker stukje asfalt aan. Precies. Doe het maar rustig rijden, hè? Je gaat twee keer zo hard als mazzel. Echt hoor. Het zijn wel mijlen, hè? De teller. Oh, dit zijn mijlen? Ja. Verrek. Ik kijk sowieso nog even door te tellen. Ja, goed. Op de scooter doe ik maar een snelheidsmeter ook niet. Dus ik rijd een beetje op... Is dat een elektrische scooter trouwens? Of is die nog fossiel? Nee. In tegenstelling tot misschien deze auto zijn de meeste elektrische scooters direct vanuit China met zware loodaccu's. En wat ik er tot nu toe van gezien heb, doet mij nog niet echt bewegen tot aanschaffen daarvan. Nee, oké. Okay. Wat doet Springtime? Springtime is een... wat je zou kunnen zeggen, een consultancy ontwerpbureau. En wij ontwikkelen van alles en nog wat eigenlijk. De laatste tijd vooral veel baby- en kinderproducten. Fietsen. We werken ook voor Bike Dispenser. Dat is ook een groen initiatief. Ja, leuk ding, zeg ik. Fietsverhuur. Ja. Ja, zo zijn we eigenlijk met van alles en nog wat bezig. Hoe was dat? Nou, ik ben redelijk overtuigd ook al inderdaad. Ja? Met, fijn rijden. Je was lekker aan het cruisen. even de kilometer teller. Dat had ik inderdaad niet door van tevoren, dat er nog wel mijlen op de klok zijn. Oh, geeft niet. Maar, nee, fijn. Leuk, ja. Dankjewel. Dankjewel.